Mo, het transferwindow gesloten. Hoe heb jij de transferperiode beleefd? Oh, zoals altijd, wisselend. Een transferwindow heeft, uh, ja, heeft meerdere gezichten. Het, het begint meestal wel, wel traag, wat stroperig. Nou, dan komt er wat versnelling in. Nou, dan krijg je wel wat volgolfbewegingen. En dan de laatste week van, uh, van het transferwindow kan je het wel hectisch noemen. Ja, dat klopt. Ja, het was uh, nogal hectisch. Last minute werd uh, Cara verkocht. Uh, dat was inderdaad een last minute. Uh, 24 uur, uh, rond 24 uur voor sluiting deadline. Daar hebben we ook nog een last minute deal uh, gedaan met Chelsea. We hebben met Chelsea afgesproken dat uh, Jamal Blackman, dus een keeper bij Chelsea, uh, dat als hij fit is, dat hij zich bij ons gaat aansluiten. Ja, Jamal Blackman is op dit moment nog geblesseerd, hij komt van een hele zware blessure, uh, is hij nu aan het revalideren. Nou ja, goed, uh, dan moet je uiteindelijk kijken wat, wat podium voor hem het beste zou kunnen zijn om hè, weer uh, optimaal en top te worden. Nou de afstand met Chelsea 1 is natuurlijk te groot. Hij is natuurlijk ook weer te volwassen om weer met de jeugd of onder 21 te spelen. Dus het is ook een gunst. Ze hebben het ons gevraagd, willen jullie dat doen? Want ze willen graag dat u op een heel hoog niveau bij ons, bij ons straks kan gaan aansluiten. En we hebben natuurlijk gewoon een aantal fantastische keepers binnen de selectie. Dus wij gaan, uh, wij gaan hem in ieder geval een platform geven om weer uh, terug op niveau te komen. Als we dan even kijken, terugkijken naar de transferperiode ja. toen je erin ging, uh, wat waren de speerpunten? <laughs> nou, ja, natuurlijk Voordat je een window ingaat hebben we natuurlijk ook een bepaalde strategie, een visie van nou, okay, hoe willen wij uh, dat onze selectie er straks uh, uit gaat zien. Nou, je probeert daarin ook altijd, dat is mijn streven altijd, om zoveel mogelijk uh, in controle te zijn. Nou, dat is niet altijd mogelijk, dat hebben we denk ik wel gezien. We hebben van tevoren met elkaar afgesproken dat we graag met een kleine selectie willen gaan werken. Dus meer gebaseerd op kwaliteit. We hebben dus ook bewust gezocht naar spelers die multifunctioneel en setbaar zijn. Dus op meerdere posities kunnen spelen. Nou, we wilden ook heel graag de, de deur zo wijd mogelijk openmaken voor jeugd. Eh, om door te stromen naar het eerste helft al trainingsmomenten te geven. Wedstrijdbeleving eh, mee te geven of momenten te geven. Daar zijn we, eh, vind ik, redelijk goed in geslaagd. Dus ik denk dat ik voor, laat ik het zeggen, 90% tevreden ben. Um, alleen ja, het verkoop van Carra, een bepalende speler bij ons, uh, last minute, uh, ja, dat vind ik minder prettig. Naast dat Carra vertrekt zijn ook Serrero eudegaard uh, twee sterke spelers die, uh, die vertrokken zijn. Um, hoe gaan we dat verlies opvangen? Van tevoren uh, maak je dus beleid, je hebt een strategie, we hebben een aantal selling points met elkaar afgesproken. Nou, we wisten natuurlijk ook dat voor Serrero met een jaar contract nou, dat de interesse ging komen. En dat we daarop moesten gaan anticiperen. Dat hebben we vroegtijdig gehad met bijvoorbeeld het binnenhalen van Bassoer. Uh, we verwachten toen ook al een, 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 een eventueel bot van uh, op Kara, omdat hij zich gewoon ontzettend goed gemanifesteerd heeft. Nou, dat is heel lang uitgebleven. Je moet het zien dat je sportief op het laatste moment even grof wordt, maar ze laten wel een kistje achter met geld. Nou, daar kun je tevreden over zijn, maar sportief gezien, en ik vind dat ik daar ook de verantwoordelijkheid voor moet nemen, is uh, ja, met het vertrek van Kara wordt de spoeling wel dun achterin. We zijn heel erg tevreden met de spelers die we hebben, uh, enorm tevreden met de ontwikkeling die Lelyveld doormaakt. Met het vertrek van Ali hebben we vroeg weer doorgeschoven. Dus wat dat betreft kunnen we tevreden zijn. Maar in de breedte wordt het wat dunnetjes. Nou, en daar wil ik wel de verantwoordelijkheid voor nemen. Naast dat de spelers vertrokken uh, zijn bijvoorbeeld Tafs en Brian Linsen. Uh, ja. de club trouw gebleven. Wat betekent dat? Sportief gezien betekent dat natuurlijk heel wat. Dat zijn gewoon voor ons gewoon hele bepalende spelers. Belangrijke spelers. Niet alleen maar op het veld, maar ook buiten het veld qua gedrag en persoonlijkheid. Daar zijn we ja, in ieder geval tevreden dat we die binnenboord hebben weten te houden. Uh, maar goed, net zoals Cara, dat was in ieder geval een dusdanig bedrag. En gezien onze financiële huishouding echt onmogelijk om nee, te, om nee tegen te zeggen. Nou, gelukkig was dat bij andere spelers niet het geval. Um, ook Charlie Musonda um, speelt dit seizoen weer voor ja. Vitesse. Um, ja, een speler die vorig seizoen natuurlijk uh, zwaar geblesseerd is geraakt, niet veel heeft gespeeld, maar toch wel aan heeft gegeven dit jaar weer het uh, ja. Reel willen spelen. Wat geeft dat aan? Ja, een speler als Moesonda, maar ook meerdere Chelsea-spelers, zich bij ons gewoon ja, prettig voelen. Uh, we zijn een warme club, we zijn een professionele club. We geven mensen graag de kans om zich te ontwikkelen of in ieder geval speeltijd te kunnen krijgen. En uh, ja, op het moment dat Moesonda uh, aangaf dat hij heel graag bij ons zou willen blijven. Ja, dat betekent dat we met elkaar gewoon de zaken goed hebben gedaan. Helaas heeft hij een terugval natuurlijk met zijn blessures. Met zijn uh, en we gaan kijken hoe zich dat de komende tijd gaat ontwikkelen. Vandaar ook is dat we daarop ook moesten anticiperen. Want we moeten niet vergeten dat een maand geleden Gong natuurlijk langdurig geplaceerd bij ons is geraakt. Dat betekent dus dat je twee buitenspelers met specifieke wapens, ja, dat, die, uh, dat, die, uh, dat die uitvallen. Nou, gelukkig hebben we met het binnenhalen van Dikko daar, daar wel tijdig op uh, kunnen anticiperen. We kijken nu naar de competitiestart. Ja. Uh, goede start. Uh, ongeslagen tot nu toe. Uh, en voorlopig de koppositie. Uh, hoe kijk jij uit naar de rest van het seizoen? Ja, ik kijk daar positief naar uit natuurlijk. Ik bedoel, uh, het helpt uiteraard dat je goed begint aan het seizoen. Nou, uh, dat zegt uh, wat over de basiskracht die we hebben, de basiskwaliteiten. Alleen ik loop, nog, ik loop in het begin van het seizoen echt niet de Polonaise. Dus ik ga ook aan het begin van het seizoen ook niet keihard nadrukkelijk uitspreken. Van ja, ik ben blij met de aankopen die ik heb gedaan, of die wij hebben gedaan. Dat moet zich allemaal blijken. Dus laten wij gewoon maar eens even na drie kwart van het seizoen kijken hoe we ervoor staan. We kijken naar de sportieve doelstelling. Wat is het doel voor komend seizoen? Ja, ik vind dat de status die we als club hebben, de wijze waarop we ook gepresteerd hebben de afgelopen jaren, is dat onze echt primaire doelstelling gewoon absoluut Europees voetbal zou moeten zijn. Ik ben me niet vast op een positie. Want we hebben natuurlijk altijd de zogenaamde traditionele top drie. We hebben AZ die zich aanzienlijk goed versterkt heeft. Utrecht die dat goed heeft gedaan. En er zijn nog een paar andere clubs waar we serieus rekening mee moeten houden. Dus we gaan gewoon ontzettend ons best doen om zo hoog mogelijk te eindigen. Met als doelstelling Europees voetbal halen.